Minister Albert Ramdin sprak tijdens de 54ste algemene vergadering van de OAS in Paraguay over het belang van vrede, veiligheid en democratie voor duurzame ontwikkeling. Hij riep op tot sterke instituten en benadrukte de impact van digitale vooruitgang en georganiseerde misdaad. Ramdin bevestigde de toewijding aan het democratisch handvest en de rechten van vrouwen, inheemse volkeren en jongeren. Hij pleitte voor eenheid, inclusiviteit en duurzame ontwikkeling in de regio. De Belastingdienst Suriname introduceert het fiscaal identificatienummer FIN voor belastingplichtigen. Dit FIN vervangt binnenkort het import-exportnummer in het ACCUDA World System van de douane. Tijdens de overgang moeten nieuwe importeurs en exporteurs zich bij de douane registreren voor een import-exportnummer en daarna een FIN aanvragen via het online portaal van de Belastingdienst. Na de volledige implementatie zal alleen het FIN worden gebruikt voor douaneaangifte. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op 27 juni 2024 een ontmoeting gehad met het bestuur van de nieuwe vakcentrale Unie van Assertieve Vakbonden, UVAF. Ze bespraken de rol van vakverenigingen, het belang van sociale dialoog, tripartisme en samenwerking met andere vakcentrales voor stabiele arbeidsverhoudingen. McAndrew benadrukte de noodzaak van representativiteit en legitimiteit volgens ILO-richtlijnen en riep de UVAF op om bij te dragen aan decent work en bewustzijn hierover te creëren onder haar leden.